Na 42 jaar verliest de Carpendonkse hoeve in Eindhoven zijn Michelinster. Volgens de eigenaressen was het geen verrassing. De Carpendonkse hoeve, zoals Eindhovenaren die al 48 jaar kennen, bestaat namelijk niet meer. Het restaurant is in februari verkocht. De oude eigenaren gaan onder dezelfde naam verder met een virtueel restaurant. In de regio behouden restaurants de Treeswijkhoeve in Waalre, Tribeca in Hezen en de Lindenhof in Nuenen hun twee sterren. Eindhovense restaurants Zarzo en Wiese hebben Michelinster weten te behouden, net zoals het restaurant Ede uit Valkenswaard.